De lampen gaat uit, de show is gedaan. De optredens van normaal, misschien zullen ze ooit stoppen. Maar de klanken en betekenissen zullen voor altijd deur donderen. Of niet, Henkie? Ja. Ja. Met ja. 40 jaar, dat is een beste tief, of niet? Vervlogen. Ja? Ja. Ja, ging het snel? Ja, toch wel. Ja. Ja. Was je erbij vanaf het allereerste uur? Nee. Wat dan? Ik kwam in aanraking met een man, dat was in 1979. Toen kwam ik in aanraking met een man. Oeh. Via een collega van mij ging naar het werk 's morgens en via een cassettebandje. Henkie zei, moet dit eens luisteren. Een cassettebandje erin. Oh, zeg, wat is dit? Weet je nog welk liedje jouw greep? Jouw allereerste favoriete liedje? Nou, zo ongetwijfeld Oer en Hartwissen. Dat denk ik ook. Nou, laten we eventjes kijken om ons geheugen op te frissen na 40 jaar normaal. Oh, mooi. Veranderd hier. Nou, wordt hier het biljart steed, was vroeger de stamtafel en daar gebeurde het. Daar werden de sterke verhalen verteld, hè. Vooral door de Pruis. Bernard Pruising was de eigenaar van dit café. Ja, menig liedje van normaal is erop gebaseerd op de verhalen van de Pruis die hij allemaal vertelde. We sproken hier, elk optreden sproken we hier af. Nou, en hij toen nog hoorde dat we speelden misschien, maar wat zou ik zeggen, 140, 150 keer in het jaar. En dus we sproken hier altijd af en ook al repeteren hier vlakbij. En we vroeger gingen we zelfs zover dat we twee keer in de week oefenen, van 's morgens 10 tot 's middags 5. We namen brood met, tussen de middag hadden we brood. En dan is hier een paar honderd meter van en twee keer in de week, dinsdags en donderdags. Dat was mooi werk, dat was onze hobby. Hoe vult het nu dan om hier weer binnen te werken? Jawel, nou, het is, ik moet eerlijk zijn dat ik het amper weer ken. Het is wel erg veel veranderd. Dus er zijn allemaal nieuwe stukken bij aangeboden en zo. Maar dit, hier zitten nog wel stukken in wie ik herken. Ja, zoals, ja, is mooi. Je zegt wie bestaat 40 jaar en ik heb als 40 in die 40 jaar ben ik beroepsmuzikant geworden en daar had ik in mijn stoutste droom niet verwacht. Dus daar ben ik geweldig trots op dat ik al 40 jaar van de muziek kan leren. Elke morgen als ik opstond vroeger dan dacht ik nou vandaag doe ik het eens kalmen en dan was het 's avonds of 's nachts en dan was verdomd of de duivel er mee spullen dan was het weer raak. En dan s'morgens uit het raam kijken of hoe auto er stond en wij zeiden, hey, oh, mijn auto steekt er toch, je steekt wel een beetje scheef. Kun je gaan niet meer rennen dat je s'nachts thuis waren komen. Toen waren de 10 natuurlijk wel iets anders dan nu, maar ik zal u vertellen, voor geen prijs zou ik dat nu nog doen. Overleden van Jan Mansko. Dat vond ik wel heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Want Jan was echt een moord van mij of van ons allen. We konden allemaal enorm goed met Jan opschieten. En Jan was echt een beetje een zondagskind. Die rolde overal doorheen. Hij had altijd, die had altijd veel geluk met bepaald soort dingen. En in één keer kregen we te horen dat Jan ziek was. En ernstig ziek. En soms mocht ik me nog in de armen kniepen. En dan denk ik, nou, als ik de Kennedy straat te komen in Doetinchem. Dan denk ik, nou, ik kan toch niet. Jan is toch niet dood. Maar hij is er niet meer. Dat is echt een dieptepunt voor mij. Ja. Hoe ligt uw verhouding met Ben? Want dan ken je natuurlijk ook al. Jawel. Ja, nou, ik moet eerlijk zijn, we zien elkaar weinig. Het is alleen maar met optreden en zo. En dan is er altijd een hoop volk bij. Ik kreeg echt amper de kans om elkaar nog eens te spreken hoe het allemaal was en zo. Dus, wie bent gewaardeerde collega's? Zo zou ik het me willen stellen. Ja. Ik
ben er altijd wel van uren dat het niet eeuwig zal duren. Echt, maar het verschijnsel normaal op zich zal altijd blijven. Ook al binnen we er niet meer, dan zal het nog dat blijven. Want het is gewoon een unieke gebeurtenis die er ontstond en nog ontsteed. En dat die geval of wie deur gaat, ja of nee, dat hangt toch veel van binnen af. Op een bepaald moment zal het gewoon moeilijk worden. Ja, ze zeggen het, op een gegeven moment zal het moeilijk worden. Is dat ook zo? Ja. Ja, toch wel? Ja. Waarom? Ja, dat is een deel van hun leven, man, hè? Ja. Ja, de beste leeftijd is ook al... Ja, dat is want hoe oud is Benny leven, tegenwoordig? Ja, ik weet het niet, maar daar denk ik ook nog niet aan. Hoor. Dus, nee, als dit jongen maar echt mag werken, dan ik denk het er verder nog niet aan. Nee? Nee. Want wat zou dat betekenen voor jou? Geen idee. Een leven zonder normaal, is dat denkbaar? Ja. Nou ja, de cd's zijn er al hier nog, dus ja. En de dvd's. Maar nee, weet ik niet. Geen idee. We staan voor dit seizoen natuurlijk, hè? Want het is het jubileumjaar, 40 jaar normaal. Ja. Met Hemelvaartsdag staan ze in Lochem. Ja. Daarna staat er ook nog een hele reeks optredens weer gepland. Ja. Gaat dat allemaal lukken? Jawel. Ja? Jawel. Ja, want Benny was vorige week nog wel bij de VARA te zien. En ook hier zou hij nog wel langskomen. Hij had dan weer last van zijn stem. Ja, last van de stem. Hij wil zich dan een beetje rustig houden. Ja, is dat belangrijk ja. voor hem, dat hij zich een beetje in acht neemt? Ja. Dat ook in verband met zijn gezondheid natuurlijk, misschien astma en doorbeen naar die stemmen dan hoe. Ja, hij moet even een ietsje gas terug en moet ze helemaal oppeppen en hopen dat er op die kloor is voor 14 mei. Precies. Ja. Nou ben jij de voorzitter van de achterban? Eigenlijk wel, hè? Ja. Hoeveel leden hebben jullie? Ik denk dat ons gaat ongeveer een dikke 2800. En in de gloriejaren? Zo'n 4800. Moet je nagaan. Ja. En die achterban die is natuurlijk altijd... Nog altijd. Ja, wel hè? Ja, de harde kern is er nog altijd. Wat betekent dat? Gaan jullie dan naar alle feesten? Zijn jullie bij alle concerten? Nou, een hoop fans wel, ja. Of aanhangers mag ik zeggen. Ja, zeker. Maar zelf ook niet overal, hè. Maar ja, toch, de meesten wil ik wel... Ja, wil ik toch wel met maken, ja. En wat is dat dan precies? Want ik heb wel eens ergens gelezen dat het een beetje een soort van huikersfamilie is, hè. Dat het, het is meer is dan alleen de muziek. Ja, wat is dat is dan? De gebonden mensen die... De gebondenheid van die mensen. De gebondenheid? Ja. Als je vroeger in een discotheek kwam en er ging iemand onder uit, dan lopen ze gewoon overheen. Ja. Maar dat ben je normaal niet. Als je 10.000 man in die tent zet, maar 6.000 man, geen één onder uit, wordt een kringetje gemaakt, wordt... Oppakt. Hé, jongen, giet het? Ja, oké. Okay. Maar wil je me nou vertellen dat het bij normaal er dan zachtjes aan toe ging? Nee. Ondanks dat alles nog wel flink ruig af en toe. Toch? Het was wel rock and roll. Tuurlijk wel. Maar die wordt even een kringetje maken en die wordt opgepakt en een keer goed is en dan gaat het weer verder. Ja, we zien nu ook wel even beelden van de feesten, van de grote feesttenten. Dit is nog vrij recent, neem ik aan. Ik denk dat dit 20 jaar normaal is. Ja. 20 jaar normaal, dat klopt helemaal. Ja. Wat was nou, als je terugkijkt naar die 40 jaar, voor jou echt een hoogtepunt? Ja, dat bent er heel veel, Karen. Dat bent er heel veel. Maar toch één, die steken wel een beetje boom uit. We hebben ook geluk gehad dat ik met normaal naar Canada mocht. Optreden voor een geëmigreerde boer. Gelijk een weekje vakantie van hem maken. Maar ja, dat was echt toch wel mooi, hè? Dus er kwamen alle Nederlandse boeren die dus ooit naar Canada waren gegaan, die kwamen naar dat ene concert. Doorgaan. Ja. Waarom mocht je mee? Ik wou zelf ook met. Ja. En toevallig was hetzelfde vliegtuig waar we een ticket boekten. En was toevallig hetzelfde vliegtuig met de band met. Nou ja, dan is het helemaal goed. Ja. Nou, en, dat was mooi. En dan tref je nog mensen die bij u de buurt komen. Van vroeger, die tref je door in Canada met normaal. Ja, dat heeft toch hadden die mensen dan ook echt nog de binding, zeg maar, met normaal? Ja, toch wel. Ja, die vonden het prachtig, joh. Die vonden het prachtig. Ja, er waren mensen bij die moesten 3,5 uur vliegen en dan nog 2 uur in die auto zitten. Om echt een concert maar normaal en al. En dan vooral om dat huiken of was dat nieuw voor ze? Ja, nee, dat was niet nieuw. Nee. Dat kennen ze natuurlijk wel. Ja, dan geef je, als het dan doel was, dat zie je dan ontploft zoiets. Ja, heb ik ook gemeld in social media toen al een beetje. Nou ja, Canada ontploft. Wat is het allergekste dat je hebt meegemaakt met normaal in 40 jaar tijd? Want, dat is het allergekste? Ja, want er gebeurde nogal wat in die tenten. Ja, ik bedoel, er gebeurde ook best wel, we zagen net al wat vrolijk schoon en bloot. Het was toch wel een beetje ruig. Ik kan me nog herinneren, ik heb Johan langer met lezen aan lopen. En niemand heeft ooit het lef of op de gedachten komen
om mijn bier in de leer te gooien. Nee, en toen nooit was gebeurd. Ik, nee, nooit. En toen was ik in Lichtenvoorde. Ik dacht met afscheidconcert van Jan Manschot toen. En toen stond ik een biertje te bestellen aan de bar. En toen vernam ik wat. En toen keek ik achterom en waren er twee jongens die waren bezig met allemaal bier in mijn leer te gooien. Dat zat me eruit. Ik dacht, nou, ik loop me om en draaien. Ik zei, dit vind ik top. Ik ben ja, eerst niet ooit. Ja, dat vind ik leuk. Maar is dat misschien niet ook wat normaal zo kenmerkt, dat het niet gek genoeg kan? Nee, kan niet gek genoeg. Ja. Nee, echt mooi. Ja. Ja. En dat is de cultuur eromheen, hè? Dan hebben we het nog niet eens over de muziek en over de teksten gehad. Nee. Wat is het allerfavoriete liedje? Ah, dat is humeurgebonden. Waarom? Ja. Dat was zoveel nummer. Ja, je hebt achter wolken, ja, dan zit hij even met achter een andere stemming. Ja, oer in het hart, dan zit hij weer in een andere stemming. Ja. Weer vreselijk woorden en zeggen, oh, ze weet het nummer van godverdomme nog eens opzetten. Even ja, precies. Krachtig. Ja. Ja, daar ligt er maar net aan een top 5 of een top 10. Kan ik ook niet maken. Nee, nou, we hebben net de top 5 van bij Marijke gehoord. Ja. Inderdaad, het was toch eigenlijk wel oerend hard. Ja, dat zegt de meisje. Ja. Nou, is goed. Hoe lang gaan ze nog door? Dit jaar sowieso. Ja. En volgend jaar, wil Benny toch even op de achtergrond erin. En wat er dan is gebeurd, weet ik niet. Ik heb geen idee. En ik zou het weten, dan zou ik het nog niet zeggen. Blijf je voorzitter dan? Of treed je samen met Benny af? Weet ik niet. Oké. Weet ik niet. Laten we dan ook maar gewoon alleen dit jubileumjaar vieren. Ja, dan spreken we elkaar volgend jaar. Ja. Ik wens je een heel mooi jaar. Veel plezier. Dank je wel.